Hallo allemaal, dit is Not a Park Egg met part 2 van de Destructosaurus, Dilophosaurus Compsognathus. De vorige keer in deel 1 was het buiten schitterend weer. De zon scheen, de lucht was blauw. Maar het regent nu. Dus we moeten even binnen zitten. En wat dat betreft perfect weer voor de Dilophosaurus uit Jurassic Park. Want het is nu ook 26 jaar geleden dat die eerste Jurassic movie uitkwam. En de Amerikanen vieren dat heel groots, altijd. Ja, wij in Nederland hebben niet echt zoiets als het 26-jarig jubileum of zo. Dat doen we niet aan. Maar ja, we zijn gewoon nuchtere Hollanders, hè. Men noemt deze maand ook wel Jurassic June. En ja, dat komt gewoon omdat de film ooit eens uitkwam in juni. Nou, en ik denk, dan is het ook wel leuk om aandacht te besteden aan de Dilophosaurus in deze maand. Op de achterkant van de doos staan ook de andere Destructosaurus sets. Voor de Dilophosaurus hadden we in het promotiemateriaal niet een Compsognathus, maar een gele Dimorphodon. Nu ben ik blij dat men die vervangen heeft met de Compsognathus, want die ziet er zo filmaccuraat uit. Het is tijd om deze twee dinosaurussen eruit te halen. En dat gaat vrij gemakkelijk, want je hoeft maar een paar plakbandjes los te halen en dan de kartonnen inhoud met verdere inhoud eruit te schuiven. Mount Saibo van Jurassic World Fallen Kingdom, die explodeerde en het hele park overspoelde met lava. Wat er ook in de doos zit, is een beschrijving van hoe je de Destructosaurus set gebruikt. Creepy, niet waar? Hij ziet er echt goed uit, hè? Hij lijkt heel erg op de Dilophosaurus uit Jurassic Park. Maar de kleur is wel anders. Dat heb ik in de vorige video ook al gezegd. In de eerste film is die groen, maar hier heeft hij gewoon een hele andere kleur. Ik vind het niet verkeerd. Ik vind het er goed uitzien. Nu heeft Mattel ook een groene en een paarskleurige Dilophosaurus. Maar wat die niet kunnen, is de bek open en dicht doen. De nagels aan de poten hebben een leger groene kleur. De nagels aan de klauwen, die hebben dezelfde kleur als de klauwen. De kraag, heel rood, heel menacing, heel bedreigend. Zitten hier wel scharnieren, niet echt heel mooi, maar allee, hey, het is speelgoed, hè? Dus niet klagen. Ik vind dat Mattel hier een hele mooie Dilophosaurus heeft neergezet. En hij lijkt qua kleur en qua uitstraling ontzettend veel op een Glamidosaurus. Dan vraag je je af, wat is een Glamidosaurus? Misschien weten sommigen van jullie dat wel. Dat is een kraaghagedis die vandaag de dag ook gewoon leeft. Het enige wat die kraaghagedis dus niet heeft, is zo'n kam, twee van die kammen op zijn kop. En als je heel goed kijkt, dan zie je ook glitters op die kammen. Tijd voor wat meer actie. We gaan deze Compsognathus uit het plastic halen. Alleen, dat hebben ze heel goed vastgezet met elastiekjes. Waar dit mij aan doet denken is Peter Ludlow. In The Lost World heeft hij ook zo'n kooitje met een Compsognathus erin. Wat zien we op dit kooitje? We zien het logo van Jurassic Park of Jurassic World. We zien ook een aantal van die scratch marks van klauwen van dinosauriërs. Waarschijnlijk dus die van een Dilophosaurus. Hier zien we de Compsognathus gevangen in zijn kooi. En kijk, daar is die. Je ziet hier ook een barst. Nou, dat heeft ook zijn redenen. Het zit heel vast en dat komt door die pinnetjes hier aan de zijkant. Je ziet ook zo'n anti-slip bodem, ook heel gedetailleerd gedaan. En de Compsognathus zelf, hè, ik haal hem er even uit. Hij staat gewoon heel stabiel. Bij Blue en bij de mini T-Rex van Maisie is dat iets minder.
Blue, tenminste die van mij, die staat heel goed. Maar deze, die staat echt perfect. Zo zou het in principe met elke mini dino moeten zijn. Ja, en als je ook kijkt, joh. Een heel gedetailleerd kopje. Hij is nou niet heel scherp. Nu wel. Je ziet ook aan de zijkant die ribjes. Die ribben van dat beestje. Hier ook. Nou, dit is echt een accurate Compsognathus. Mattel heeft deze set niet voor niets de Destructosaurus genoemd. En we gaan demonstreren hoe dat nu precies zit. Want er komt hier een hongerige Dilophosaurus aan. Van wie de bek dus open kan. Hij denkt, hé, dat is lekker. Dat wil ik wel hebben. Maar er zit een kooi in de weg. Een tralies en zo. Dus ik moet eerst die kooi zien open te krijgen. Als dat lukt. Nou, ah, dat lukt. En dan kan hij eindelijk bij zijn prooi, die arme Compsognathus. En hij probeert dan de Compsognathus eruit te trekken. Het voordeel van dat die bek dus open kan, is dat je, ik haal hem maar even zo uit, die Compsognathus dus tussen zijn kaken kan klemmen. En dat de Dilophosaurus die mee kan sleuren, mee kan nemen om zelf op te eten. Of wellicht heeft de Dilophosaurus ergens een nestje waar nog hele kleine Dilophosaurusjes in zitten die ook gevoed moeten worden. Mijn fantasie wordt een beetje wild. Maar kijk eens. Dit is de bedoeling van de Destructosaurus set. Ik heb trouwens nog niet de Jurassic World Facts app code laten zien. Hier is die voor degene die de app hebben. Het logo van Jurassic World is magnetisch, maar dus ook de onderkaak van de Dilophosaurus. En daarom blijft dit aan de tanden van het beest hangen. Het is ook mogelijk om de Compsognathus in de kooi in de Jeep Wrangler te zetten. Zet je hem er zo in. Doe de gele beugel erop. En wegrijden maar. De Destructosaurus set met de Compsognathus en de Dilophosaurus. Dit was weer een review van Not a Park Egg. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En de volgende keer dan gaan we weer een andere set bekijken. Maar ik ga nog even niet zeggen welke dat is. Tot de volgende keer.